Dan nodig ik Shaila Sital Singh en de Padel vriendelijk uit om zich bij ons op het podium te voegen. En ik nodig professor Hurekamp uit om de promotieformule in het Latijn uit te spreken. Door protestaten legioes, nobis concessa, ex autoritate magistrorum, universitatis studiorum, humanisticorum, collegium dedicato, ego, menorum, te, Shaila Sital Singh, propter insignia, tu amerita, doctorum honoris causa, pronuncio atque, declaro, inque, te confero, omni ius, omni ante, privilegia, quae legius, vel moribus. Doctoribus rite, creator, constitua, sunt. Namens de Universiteit voor Humanistiek wil ik ook u bedanken, eredokter Sital Singh, voor... Sorry, ik ben te vroeg. Ik ga u al bedanken voor de vriendelijke woorden die u gaat uitspreken. Niets menselijks is ons vreemd hier aan de UVH. Mevrouw Sital Singh, het is mij een grote eer om u namens het College voor Promoties en de hele Universiteit voor Humanistiek te mogen feliciteren, uiteraard, met de toekenning van dit eredoctoraat. Zeer verdiend, wij zijn er zeer blij mee. En wij hopen deze verbinding tussen u, uw werk en de universiteit verder te kunnen te bestendigen. En dat we daar met z'n allen ook iets van kunnen leren en dat we met elkaar dat kunnen doen. En ik nodig u nu graag uit om die woorden te zeggen. Hoeft niet vriendelijk te zijn. Nou, mevrouw de rector, waarde, erepromotor, lieve familie en vrienden, beste aanwezigen. Het is een onuitsprekelijke eer om hier te mogen staan. Het is een eer om dit podium te mogen delen met professor Christiansson. En het is een eer om u toe te mogen spreken. En een tijd lang heb ik verondersteld dat het een vergissing was van de zijde van de Universiteit voor Humanistiek, dit allemaal. En dat men er gaandeweg achter was gekomen, maar ja, toen was het te laat om nog terug te krabbelen. Nou, die gedachte heb ik inmiddels verworpen. En naarmate deze dag naderbij kwam, kwam er een wonderlijk proces op gang in mezelf. Ik begon bijna te wennen aan het idee. Het begon langzaamaan normaler te voelen. Elke dag een klein stukje meer. En over dat fenomeen wil ik het met u hebben vandaag. Het fenomeen dat iets dat aanvankelijk buiten het voorstellingsvermogen viel, waarvan je lange tijd dacht, nou dat gaat zo'n vaart niet lopen, zich toch voltrekt. En waarna er ongeloof is of schrik en daarna volgt al snel de normalisering. Je plooit je naar de nieuwe werkelijkheid, het systeem draait door volgens de ijzeren wetmatigheden, deelnemers krabbelen op, nemen hun oude positie weer in en gaan door. Of ze denken dat ze hun oude positie weer hebben ingenomen, maar ze zijn ondertussen misschien met z'n allen een klein stukje opgeschoven. Onbewust, ongemerkt naar de nieuwe norm. Menno noemde het net al in allerlei kwesties waar je 20 jaar geleden misschien heel anders over dacht dan nu. Je zou de onvermijdelijkheid van het nieuwe normaal kunnen noemen. Dat wat eerst nog niet voorstelbaar was, is binnen de norm komen te vallen. Het is niet ongebruikelijk meer en wat niet ongebruikelijk is, is nog een paar stapjes verwijderd van acceptatie. Zo kon het komen dat ik hier sta vandaag met dit prachtige gewaad om, alsof het een normale zaak is. En zo kon het komen dat we al wekenlang een op het oog normaal proces zich zien voltrekken in Den Haag voor de formatie van een nieuwe regering.
Partijen zitten met elkaar om tafel om overeenstemming te vinden over allerhande kwesties. De pers vraagt of er iets te melden valt. De formerende partijen zeggen radiostilte. En zo verglijden de dagen, zoals dat altijd gaat. Zoals we dat hier al jaren doen. Er was ongeloof na de verkiezingsuitslag. Er was misschien schrik bij sommigen, vreugde bij anderen. En vervolgens plooide het systeem zich naar de nieuwe werkelijkheid. En het systeem is gewoon weer aan het doordraaien. De deelnemers nemen hun positie weer in. Ze doen wat ze altijd deden, op min of meer dezelfde manier. Met z'n allen zijn ze een stukje opgeschoven en met z'n allen proberen ze zich te verhouden tot nieuwe normen, tot de onvermijdelijkheid van het nieuwe normaal. En een van de kwesties die onderdeel zijn van dit normale formatieproces is de kwestie grondrechten. En hier betreed ik drassig terrein, want wat er precies besproken wordt aan de formatietafel weet ik niet. Dat weten buiten de meest direct betrokkenen, weet haast niemand dat. Alles wat u daarover hoort of leest is speculatie, roddel, een zorgvuldig uitgesneden fractie van de waarheid die strategisch is gelekt of een geïnformeerde gok. Ja, ook de nieuwste roddel die het schopte tot krantenberichten, dat de vertegenwoordigers van de boer-burgerbeweging aan de formatietafel geen idee schijnen te hebben van de overheidsfinanciën, is niets meer dan dat. Het is een roddel. Het zou natuurlijk heel goed waar kunnen zijn, en nu ben ik een geïnformeerde gok aan het nemen, maar we weten het niet. Wat feitelijk waar is en bevestigd is dat er gesproken is, of nog gesproken wordt, over de vraag of alle partijen het eens zijn over, en ik ga nu de informateur citeren, een gezamenlijke basislijn bestaande uit de grondrechten, de democratische rechtsstaat en de grondwet. Dat partijen die mogelijk een regering gaan vormen niet op voorhand hetzelfde denken over zo'n democratische rechtsstaat, is niet gebruikelijk. Zou je als argeloze toeschouwer in eerste instantie misschien denken. Het is niet normaal. Niettemin werden al gauw van links en rechts de argumenten aangereikt om de stelling te ondersteunen dat het niet zo raar is, of helemaal niet abnormaal, om eerst over zo'n basislijn te spreken. Kijk maar in het provinciebestuur van Flevoland. Daar is onlangs een nieuwe coalitie aan de slag gegaan, waar ook de PVV aan deelneemt. En daar hebben alle coalitiepartijen, waaronder ook de BBB, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, die hebben een manifest ondertekend waarin staat, en ik quote, dat de coalitie respect heeft voor de medemens en zich aan geldende wetten en rechterlijke uitspraken zal houden. En dan zou je denken, is het niet raar dat een provinciebestuur moet vastleggen dat het respect zal hebben voor iedereen? Is het niet raar dat je moet vastleggen als provinciebestuur dat je aan de wet zal houden? Dat vraag je als argeloze toeschouwer misschien af. Zou dat niet vanzelfsprekend moeten zijn? Maar nee hoor, zeiden onder meer de informateur namens de formerende partijen in Den Haag. Eigenlijk is het heel normaal. Kijk maar, zeggen ze ook nog, er zijn allerlei partijen die de grondwet willen aanpassen. Aan de grondwet willen morrelen is helemaal niet abnormaal. En er is een partij die wil een constitutioneel hof oprichten. Er is een andere partij die wil de staatsrechtelijke positie van de koning veranderen. Dat is helemaal niet gek of abnormaal. En dan is het dus ook niet gek of abnormaal dat er een andere partij is, bijvoorbeeld de PVV, die ook wat dingen in de grondwet anders zou willen. En als je dan de vraag voorlegt, is dat geen vreemde vergelijking? Hè? Een vergelijking die het verschil miskent tussen wijzigingen aanbrengen in de organisatie van het landsbestuur enerzijds, of wijzigingen aanbrengen in basale grondrechten anderzijds. Dan zeggen de onderhandelende partijen, nee, dat is misschien niet abnormaal. Roel Maaldrink, dat is een programmamaker die satire bedrijft in korte filmpjes, die ging onlangs de straat op om aan voorbijgangers te vragen of ze het formatieproces een handje wilden helpen, door alvast aan te geven wat er geschrapt zou kunnen worden uit de grondwet. Hij had een schrijfblok in de hand en een pen en hij sprak voorbijgangers aan en hij legde ze voor dat discriminatieverbod, hebben we dat nou nodig of kunnen we wel zonder? Doe maar weg, zei iemand, kunnen we ook wel anders doen. Demonstratierecht, vroeg hij. Iemand anders zei, nou, zou ik alleen maar houden voor zaken die nuttig zijn. Godsdienstvrijheid, vroeg hij. Nou, niet nodig, vond een man. Vrijheid van meningsuiting legde hij voor aan een dame. Die zei, nou, het debat gaat soms wel heel erg ver. Doe maar een streep er doorheen.
En het is natuurlijk goedkoop scoren van Maaldrink. Je gaat de straat op, je dwelt wat onzinnige antwoorden op, je monteert ze handig achter elkaar en je hebt een leuk item. En toch zit er altijd een kern van ernst in Maaldrinks werk. En dat is ook nu weer het geval. Want er zit niet zo vreselijk veel licht tussen die opvattingen van deze leveranciers van voxpopjes op straat. Die artikel 1 van de grondwet een beetje nonsens vinden. En anderzijds een recente uitspraak van de leider van de PVV, Geert Wilders. Dat hij bereid is om moslims als volwaardige burgers van het land te beschouwen. Mits ze zich houden aan de wetten en de regels. En die opvatting staat op zijn beurt niet zo heel erg ver af van een beroemde uitroep van premier Rutte, alweer enige jaren geleden gedaan. Doe normaal of ga weg. Pleur op, zei hij. En dat zei hij tegen Nederlandse staatsburgers die gebruik maakten van hun grondwettelijk gegarandeerde demonstratierecht. Let ook weer op het gebruik van het woord normaal hier. Normen worden bepaald door de elite. Door de mensen die de vooraanstaande posities bekleden. Zij bepalen uiteindelijk wat normaal wordt. En de misschien wel meest vooraanstaande burger in onze democratie, namelijk de voorzitter van het parlement, en dat is het allerhoogste orgaan dat we hebben, heeft diezelfde Tweede Kamer, in eerdere instantie een nep-parlement genoemd. Hij twijfelt openlijk en luidruchtig aan de onafhankelijkheid van de rechtspraak, is een aanhanger van het Afrikaanse nationalisme in Zuid-Afrika, heeft het begrip kopvot gemunt voor religieuze hoofdbedekking, en heeft antisemitische complottheorieën over de Joodse Hongaar George Soros helpen verspreiden. En dit is geen uitputtende lijst. De klassieke taakopvatting van de journalistiek is waarheidsvinding ten behoeve van het maatschappelijke belang en van de democratie. Daar hoort bij het controleren van de macht en het licht laten schijnen op plekken die liever in het duister blijven. Menno noemde al de D van daglicht, wat ik een hele mooie vond. De journalistiek maakt de eerste ruwe schets van wat later geschiedschrijving zal worden. En journalisten zitten op de eerste rang bij grote en kleine gebeurtenissen. Ze behoren tot de eersten die zien hoe de normen verschuiven. Ze doen er verslag van. Ze plaatsen gebeurtenissen in context. En daarbij hoort een gewichtige taak. En dat is het ter harte nemen van de woorden die de koning uitsprak op 4 mei 2020 bij de dodenherdenking op de Dam, in wat misschien zijn belangrijkste en indrukwekkendste toespraak tot dusver is. En ik citeer hem: niet normaal maken wat niet normaal is. Ook niet wanneer het lijkt alsof iedereen het wel normaal vindt. En ik beschouw dit eredoctoraat als een aanmoediging om deze opdracht nog serieuzer te nemen. Om het abnormale te blijven signaleren en om te blijven zeggen dat zijn geen normale tijden waar we in leven. Dit is geen normaal proces wat we aanschouwen. Dit is niet normaal. En ik doe een beroep op u allen om dat ook te doen. Het is een collectieve plicht om te blijven bevragen, om te blijven benoemen wanneer je denkt, nee, dit is niet normaal. Ik dank u voor uw aandacht.